Welkom bij weer een nieuwe live demo. Dit keer weer vanuit Vega Duitsland, vanuit Schiltach in het mooie Zwarte Woud. Mijn naam is Rob Smulders, ik ben Business Development Manager bij Vega Nederland. En vandaag gaan we het hebben over vloeibare voedingsmiddelen. Van harte welkom bij dit webinar. Mijn naam is Lode Simons. Ik ben werkzaam als accountmanager bij Vega Nederland en verantwoordelijk voor een groot aantal klanten in de voedingsmiddelenindustrie. Ik denk dat we er alles benoemd hebben om van start te kunnen gaan. We gaan gewoon beginnen. Wij als Vega zijn actief in zeer veel verschillende industrieën, waaronder de voedingsmiddelen waarbij drank en vloeibare voedingsmiddelen geproduceerd worden. En Vega is hierin specialist in niveau, druk en schakelpuntmetingen. Nou, in deze toepassing willen we vandaag een aantal van laten zien, uiteraard weer begeleid met een aantal live demo's zoals u van ons gewend bent. En ik zou zeggen, Lode, waar gaan we mee beginnen? Niveaumetingen. Ja, dan zal ik even een applicatie laten zien die wij vaak komen in de voedingsmiddelenindustrie. En daar heb je verschillende soorten niveaumetingen. Nou, welke goed zijn weergegeven hier bij deze toepassing. Ja, wat ziet u hier? U ziet hier uiteraard een tank met een vloeistof erin. Aanzuigleiding aan de onderkant en bovenin ziet u een sproeibol. En daarnaast ziet u aan de zijkant van die tank ziet u een verwarming. Nou, een van de meest voorkomende manieren om niveau te meten in dit soort toepassingen, dat is door een drukopnemer aan de onderkant van het vat te monteren. En daarmee kan je uiteraard niveau meten. Wat wij wel vaak zien als er gebruik wordt gemaakt van druktransmitters, is dat deze met de tijd kunnen verlopen. Betekent dat deze ook gekalibreerd moeten worden. Daarnaast, als ze aan de onderkant gemonteerd zijn, ja, dan is het uitwisselen, mocht die opnemer defect zijn, dat is veel lastiger. En daarnaast kan het ook bij bepaalde applicaties betekenen dat er bijvoorbeeld last is van aangroei of van vervuiling. Nou, daarom zien wij bij bepaalde toepassingen dat radartechnologie, ja, dat eigenlijk wint aan populariteit. Nou, de radar, dat ziet u hierboven, die is aan de bovenkant uiteraard gemonteerd. En dat is een contactloze meting. Betekent dat het de afstand meet tussen het radarinstrument en het product. En op basis van die afstand kan je niveau bepalen in de tank. Dat heeft als gevolg dat een radarmeting, ja, vrijwel geen last of eigenlijk onafhankelijk meet ten opzichte van het soortelijk gewicht van het product wat erin zit. En daarnaast is ook het grote voordeel van een radarmeting, hè, dat het meet van bovenaf. Het is goed uit te wisselen op het moment dat het defect is. We zien wel dat radarsensoren, ja, die kunnen met een variatie aan procesomstandigheden te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan toch betrouwbaar kunnen meten met roerwerken. Maar in de levensmiddelenindustrie kan het ook zijn dat er condens plaatsvindt of eigenlijk vormt. En dat de aangroei op het antenneoppervlak dat daar opbouw van is. Rob, ik denk dat jij met een demo zou kunnen laten zien hoe onze radar ten eerste omgaat met condensvorming. Zeker. We hebben hier een opstelling gemaakt waarbij we een radarsensor op zijn kop geplaatst hebben. Normaal zit hij uiteraard aan de bovenzijde van de tank en meet hij naar beneden. We hebben hem hier zo geplaatst. Deze meet de afstand tot het plafond. Nou, wat is die afstand? Dat is hier te zien op deze VegaMet, ons display-instrument, waarbij we kunnen zien dat de afstand van de sensor tot het plafond 2 meter en 18 centimeter is. De VegaPuls 64, zoals we hier gemonteerd hebben, is uitgerust met een PTFE-antenne-oppervlak. Mooi afgewerkt, waardoor aangroei en condensvorming al veel minder kans hebben om op dit antenneoppervlak zich te hechten. Maar, wat Lode net ook al aangaf, condensvorming is iets wat je absoluut kunt hebben in de voedingsmiddelenindustrie. Je warmt een product op waar vocht in zit en de condens zal aan de bovenzijde van het antenneoppervlak zich gaan verzamelen. Nou, dan kunnen we hier heel mooi laten zien wat gebeurt er dan met de meting als deze bedekt raakt. Ik heb hier een watertankje waarmee ik op het antenneoppervlak zoveel mogelijk condensvorming kan creëren. En wat je zult zien is dat ondanks dat het antenneoppervlak momenteel vol met condens zit, dat de niveaumeting het niveau van de sensor nog steeds goed weergeeft. En ik kan het laten zien. Zou ik deze oppakken, dan zult u zien dat deze netjes meebeweegt met de afstand. Feitelijk gezien zou ik de tank nu aan het vullen zijn. Sensor blijft op deze manier werken. Dus condensvorming loaden heeft geen invloed op de betrouwbaarheid van deze meting. Ik denk een zeer goede demo om dat aan te tonen. Nou, we kunnen in de praktijk nog verder gaan. Er kan ook kans zijn dat er aangroei plaatsvindt op het antenneoppervlak van de radar. Nou, aangroei dat kan best wel een uitdaging zijn, met name als de substantie bijvoorbeeld een hoog percentage aan water heeft. Water is in de regel een goede reflector van radarenergie. Dat betekent in de praktijk dat als er aangroei op het antenneoppervlak zit, en dat bevat veel water, dat het radarsignaal gedempt kan worden.
En dat daar de betrouwbaarheid van die meting dat minder wordt. Wij gaan wel aantonen hoe de radar kan omgaan met aangroei. Dan ga ik even hier naar achter lopen om mijn pot Nutella te pakken. En dan ga ik aan jou vragen, Rob, om te demonstreren hoe de radar omgaat. Ja, Nutella, chocoladepasta, maar denk ook aan een jamachtig product of dat soort zaken. Die kunnen zich hechten aan het oppervlak van het antennesysteem. Door bijvoorbeeld het instorten van producten in een tank of in een vat. Of een roerwerk wat hard ronddraait, waardoor je aangroei op de bovenkant van de tank kunt krijgen. Of ja, je zou de tank een keer kunnen overvullen. Wat gebeurt er dan? Nou, ik zal wat van de Nutella op het antennesysteem smeren. Waardoor je een behoorlijke aangroei op de radarsensor gaat krijgen. En zelfs met deze aangroei zal de sensor nog steeds netjes en betrouwbaar de afstand, dus de 2,18 meter, zal hij hier weergeven. En om te laten zien dat hij nog steeds live is, zal ik hem optillen en zult u zien dat ook dan de afstand weer af zal nemen. En ik denk dat we hiermee laten zien dat ondanks dat je condensvorming kunt krijgen, aangroei kunt krijgen op het antennesysteem, dat je nog steeds een betrouwbare niveaumeting kunt houden met deze radarsensoren. Ja. Dankjewel voor jouw demo's. Ja, om tegemoet te komen aan de verschillende uitdagingen in de voedingsmiddelenindustrie, kunnen we eigenlijk stellen dat Vega het radarassortiment heeft onderverdeeld in twee hoofdcategorieën. Nou, we hebben ten eerste de Vega Pulse 64 categorie. Die is hierachter ook afgebeeld, onder andere met flensuitvoering. Ik heb er hier een voor mij liggen. Dat is deze uitvoering in volledige RVS-behuizing. Waarvoor is deze geschikt? Ja, deze kan met name ingezet worden bij zeer veel eisende en complexe toepassingen. Denkt u bijvoorbeeld aan toepassingen waarbij er sprake is van hoge temperaturen, hoge drukken, maar waarbij u ook een instrument nodig heeft die ja, eigenlijk volgens klantspecifieke eisen is in te regelen. Denk aan hygiënische procesconnecties, maar ook aan aanvullende certificeringen. Nou, als aanvulling op dat pakket hebben wij sinds het begin van 2020 onze nieuwe 10, 20 en 30 serie geïntroduceerd. Dit is de Vega Pulse 31. Ja, die is ook met die nieuwe serie geoptimaliseerd voor eenvoudige toepassingen, waarbij er bijvoorbeeld geen sprake is van hoge drukken of hoge temperaturen. Deze kan bijvoorbeeld tot en met 80 graden. Nou, zoals u ziet aan de onderkant, deze is enkel leverbaar met 1,5 duim schroefdraadaansluiting. Uiteraard niet het meest gangbare in de voedingsmiddelenindustrie, maar Rob, ik denk dat jij kan laten zien hoe deze versie wel gemakkelijk met een adapter is aan te passen naar een hygiënische uitvoering. Ja, kan ik inderdaad laten zien. Wat Lood al aangaf, 1,5 duim schroefdraadaansluiting. En schroefdraad is normaal gesproken niet de meest gewenste aansluiting binnen de voedingsmiddelenindustrie. Wat kunnen we eraan doen? Ik heb hier een van de delen van een 11851 aansluitingen, maar ook klemp aansluitingen hebben wij verlopen voor. Deze is zeer eenvoudig op die 1,5 duim aansluiting te monteren en op die manier kun je in een hele snelle manier kun je deze toch toepasbaar maken voor in voedingsmiddelenapplicaties. Dus op deze manier is een voedingsmiddelenaansluiting te creëren ja. Op deze sensoren en zijn ze breder toepasbaar in deze sector. Ja. Ja, we hebben er nou over radar gehad. Drukmeting is denk ik mooi om er door te gaan. Ja, inderdaad. Dan loop ik weer even naar de presentatie toe. En wat u hier ziet, wat is dit? Ja, dit is een biergistingstank. Daar maken we met een verschil, met elektronisch drukverschil, wordt er een niveaumeting, wordt er uitgevoerd. Zoals u hier ziet aan de zijkant. Er zit uiteraard overdruk in de tank. Onderste opnemer die meet de vloeistofkolom en de overdruk. En de bovenste drukopnemer die meet enkel de overdruk. En op basis van een simpele rekensom kunnen we dan zeer nauwkeurig het niveau in de tank bepalen. Dat kan ook op een andere manier. U kunt hem bijvoorbeeld ook op de uitloopleiding en op de toevoerleiding van de tank monteren. Dat is even ja, de vraag wat uw applicatie nodig heeft. Nou, als we kijken naar verschildruk, dan zijn daar twee keuzes in te maken. En dan ga ik heel even naar deze kant toe om aan te tonen hoe dat gemonteerd kan zijn. Aan deze zijde, hier zo, ja, daar ziet u de klassieke verschildrukmeting. En die maakt gebruik van oliegevulde meetbenen. Wat is het voordeel van onder andere van deze meting? Ja, die is goed in te zetten bij een hele hoge statische druk. Wat het nadeel kan zijn bij de klassieke verschildrukmeting is dat die bijvoorbeeld gevoelig is voor temperatuurwisselingen, wat de betrouwbaarheid van de niveaumeting kan beïnvloeden. En als we bijvoorbeeld kijken naar montage, ja, dan is dat ook complexer. Hier aan mijn zijde, ja, daar is de elektronische drukverschilmeting.
Wat is daar het voordeel van? Ja, een gemakkelijkere manier van installeren. En temperatuur heeft eigenlijk geen invloed op de betrouwbaarheid van de niveaumeting. Nou, als we dan kijken naar drukmetingen in de voedingsmiddelenindustrie en in bijzonder naar een belangrijke keuze die gemaakt moet worden, dan kunnen we het eigenlijk hebben over het type meetcel. En Rob, ik denk dat jij daar wat meer over kan vertellen. Ja, kan ik inderdaad iets over vertellen. In basis heb je twee type meetcellen. Je hebt een metalen meetcel, wat zeer veel in de voedingsmiddelenindustrie toegepast wordt. Eigenlijk een beetje de traditionele meetcel. Maar daarnaast heb je een keramische meetcel. En ook deze heeft absoluut zijn plaats binnen de voedingsmiddelenindustrie. Beide hebben hun voor- en hun beperkingen. En die kunnen we misschien eventjes wat meer toelichten. Beginnend met een metalen meetcel, welke ik hier heb. Nou, een van de grote voordelen binnen de voedingsmiddelenindustrie van de metalen meetcel is dat deze volledig afgelast is. Dus het meetmembraan, het deel wat daadwerkelijk in contact komt met het medium, is gelast aan de procesaansluiting. Daardoor is er geen elastomeer of iets dergelijks nodig en zijn er geen kieren of gaten tussen die twee oppervlakten. Nou, de metalen meetcel, achter de metalen meetcel zit een olievulling welke de druk overbrengt naar de daadwerkelijke meetcel. Wil wel zeggen dat zou de meetcel beschadigen en defect raken en zelfs misschien gaan lekken, dan kan er olie in het proces komen, wat een nadeel kan zijn. Uiteraard is deze ook leverbaar met voedingsmiddelen geschikte olieën. Nou, hoe snel kan zo'n metalen meetcel beschadigen? Dat kan relatief snel, want de metalen film aan de voorzijde is relatief gezien dun en zou bijvoorbeeld beschadigd kunnen worden door een puntbelasting of door zeer abrasieve media. Voordeel wel van een metalen meetcel is dat je hogere drukken aan kunt als bij een keramische meetcel en ook hogere temperaturen aan kunt als een keramische meetcel. Drukken tot 1000 bar zelfs. Wat ik al aangaf, ook de keramische meetcel heeft absoluut zijn plaats binnen de voedingsmiddelenindustrie. Want heb je het over zeer hoge belastingen, piekbelastingen of zeer abrasief media, dan is een keramische meetcel uitermate geschikt. Hier is wel nodig om een afdichting, een elastomeer te plaatsen om de meetcel en de inkoppeling aan elkaar te kunnen verbinden. Deze zijn uiteraard niet aan elkaar te lassen, dus daar zit die elastomeer tussen. Maar een van de grote voordelen is die bestendigheid tegen overbelasting en tegen schurende producten. En ik denk dat we dat hier heel mooi kunnen laten zien. We hebben hier een mooi demo-model staan, waarbij we kunnen laten zien wat een keramische meetcel daadwerkelijk allemaal aan kan. Wat hebben we hier opgesteld? Een keramische meetcel is hier aan de onderzijde geplaatst, eigenlijk zoals je hem ook zou plaatsen in een normale tank. En aan de bovenzijde simuleren wij een opslagvat, een tank waarin je deze keramische meetcel ingebouwd zou kunnen hebben. Wat we kunnen zien is, de meetcel heeft een waarde. Hij staat op barren, hij geeft een waarde van vrijwel 0 bar geeft hij aan. En als ik op de meetcel gaat drukken, dan zul je zien dat de meetcel aan het verlopen is. Dus de meetcel is daadwerkelijk nog aan het functioneren. Nou, en wat hebben we hier om te laten zien wat deze meetcel allemaal aan kan? Nou, we hebben diverse producten waarmee we goed kunnen laten zien hoeveel we deze kunnen gaan mishandelen, om maar even zo te zeggen. Een schuurpetje, eigenlijk een beetje hetzelfde wat je zou kunnen gebruiken om jouw schilderwerk op te schuren. Nou, deze kunnen we gebruiken om te laten zien dat tegen schurende media absoluut geen probleem is, want de meetcel zal nog steeds, nadat hij tot rust gekomen is, aangeven dat deze nog uitermate goed functioneert. Dus we kunnen het wellicht een beetje erger maken. Een borstel. Een borstel zoals je ook voor de afwas zou kunnen gebruiken. En in dit geval met behoorlijk stugge kunststofharen, welke we zou kunnen gebruiken om de meetcel toch behoorlijk te belasten. En ook in dit geval zul je zien dat er geen problemen zijn met de meetcel en deze zal netjes terugkomen in de standaard configuratie. Zou je hetzelfde doen bij een metalen meetcel, dan kan ik zeggen, dan is deze al afgeschreven, want deze is zo ver beschadigd dat die niet meer toe te passen is. Maar ik denk dat we het nog één stapje verder kunnen brengen en dat is met behulp van een metalen borstel. En deze metalen borstel kunnen we gebruiken om de meetcel eigenlijk te mishandelen op een manier dat je in een normale situatie eigenlijk niet zou tegenkomen. En zelfs met deze metalen borstel zul je zien dat de waarde van de meetcel terugkeert naar de standaardwaarde en dus absoluut geen probleem is voor die meetcel. Dat was abrasieve media. Maar Lode, we zeiden net, naast het abrasieve media is deze meetcel ook geschikt om zeer hoge piekbelasting, overbelastingen tegen te kunnen gaan. En ik denk dat jij er iets van kunt laten zien. Ja, zonder meer. Ja, zoals je zei, keramische cel zeer robuust, maar die kan ook goed omgaan met drukschokken.
Nou, wanneer kunnen drukschokken ontstaan? Stel dat een klep plotseling geopend wordt of dat een pomp plotseling gestart wordt. Ja, dan kan het zijn dat er sprake is van drukschokken. Nou, die keramische meetzaal die kan daar heel goed mee omgaan en dat ga ik even aantonen met ons demo-model. Dan loop ik daar even naartoe. En ik heb hier een demo-model met een Vega Bar 38 aangesloten op een hydraulische cilinder om drukschokken te kunnen simuleren. Nou, ik ga eerst wel even aantonen dat die Vega Bar 38 het daadwerkelijk doet. U ziet hier een lettering op het display. Dat display staat nu groen. En we hebben hem zo ingesteld dat als de druk boven een bepaalde waarde komt, dat die schakelt en dat die geel aangeeft. Dan ga ik even de druk laten doen oplopen en dan ziet u dat die geel wordt. Stel dat ik de druk nog verder laat oplopen en dat die buiten bereik komt, dan gaat mijn opnemer dat aangeven. En dan ziet u dat de lettering rood kleurt om aan te geven dat hij dus buiten suspend zit. Ik heb, zoals ik net zei, de Vega Bar 38 is aangesloten op een hydraulische cilinder. En daar kan ik overdruk mee simuleren. Ik heb hier mijn hamer om dat te simuleren en ik geef er even een klap op. Nou, en dan ziet u, de lettering die blijft groen. En ik heb om en nabij een overdruk gesimuleerd van een kleine 40 bar. En u zult zien dat als ik de druk weer laat oplopen om te laten schakelen, ja, dat die lettering geel kleurt, maar dat die ook weer rood kleurt. Dus u ziet het, met kleine drukgolven, ja, dan doet die opnemer het nog steeds. 40 bar loden. Ik zou zeggen, kunnen we hem niet iets hoger gaan belasten? Dat kunnen we. Ik heb hier toevallig nog een andere hamer staan om een grotere drukgolf mee te kunnen genereren. Drukschok. En dat ga ik even laten zien hier. En volgens mij heb ik hem goed geraakt, want Rob, hij komt op 150 bar uit. Netjes. Ga ik het weer even simuleren. De lettering, ja, die is groen. En ik laat hem weer oplopen. Je ziet dat hij geel kleurt. En dan nog wat harder. Je ziet weer dat hij buiten spec draait. Maar ja, zoals u eigenlijk ziet met een simpele demonstratie. Keramische meetcel, robuuste meetcel, maar ook zeer goed bestand tegenover belastbaarheid. Samenvattend Rob, kan jij uiteenzetten welke oplossingen wij bieden met de druksensoren? Ja, wat we net hebben laten zien, hier aan de linkse zijde, dat waren de twee cellen die ik net hiervoor had. Dat zijn twee opnemers uit onze Vega Bar 80 serie. Dit zijn volledig op klantspecificatie samen te stellen sensoren. En wat bedoel ik daarmee? Bijvoorbeeld qua procesaansluiting hebben we meer dan 500 verschillende procesaansluitingen voor deze drukopnemers. Daarnaast kun je de behuizing kun je kiezen, elektronica kun je kiezen. Dus daar zijn zeer veel mogelijkheden zijn er in te selecteren. Ook qua certificaten is deze zeer uitgebreid wat je daarbij kunt bestellen. Daarnaast zijn drie sensoren van onze nieuwe serie weergegeven, de 10, de 20 en de 30 serie, waarbij de Vega Bar 10 serie echt een standaard drukopnemer is. Deze bestel je bijvoorbeeld van 0 tot 10 bar en die is verder ook niet in te regelen. De twee die daarnaast staan, de Vega Bar 20 en de 30 serie, waarbij de 30 serie uitgerust met een display, die zijn wel verder in te regelen. En dat is te doen door de Bluetooth functionaliteit die je standaard bij de sensor hebt. Via die Bluetooth functionaliteit kun je zeer veel zaken in de sensor kun je inregelen. De kleur van de lettering, schakelpunten kun je inregelen, maar ook het drukbereik kun je inregelen. En wat ik al zei met schakelpunten, deze twee sensoren zijn ook te leveren als drukschakelaar. Naast het meten van de druk kunnen ze ook schakelen. Ik denk dat een samenvatting is van ons drukpakket. Druk hebben we gezien, ja. Niveau hebben we gezien. Komen we bij het laatste. Eentje over. En dat is point level, oftewel niveaudetectie. Welke oplossingen hebben we daarvoor? U ziet hier een toepassing, een zogenaamde kiezelgoerfilter. Daarbij zijn de Vega Points hier aan de zijkant gemonteerd als hoog- en als laagbewaking. Nou, daar hebben we een aantal principes hebben we daarvoor om dat in te zetten als niveaudetectie. En dan loop ik even naar mijn tafel hier zo toe. Wij hebben daar een Vega Swing als keuze in. Nou, wanneer zet je een Vega Swing in? Nou, dit is een trillvork. De vork die wordt in trilling gebracht op een bepaalde frequentie.
Als die in contact komt met een medium, dan zal de frequentie veranderen. En op basis van dat frequentieverschil herschakelt deze swing. Wanneer in te zetten? Met name bij applicaties waarbij er sprake is van waterachtige vloeistoffen. Het voordeel van zo'n swing, als u die inzet, ja, u hoeft hem niet in te regelen. U installeert hem daadwerkelijk en dan schakelt hij op vloeistoffen. Wanneer krijgt zo'n swing het lastig? Nou, met name als er sprake is van bijvoorbeeld aangroei of de kans erop. Dan hebben wij een nieuwe ontwikkeling onlangs geïntroduceerd. En dat zijn onze Vega Points. Ik heb er hier een in volledige RVS-versie, zoals u ziet. Er zit geen lettering op, maar stel dat u een hele robuuste versie wil hebben, dan is deze zeer geschikt. Ja, en deze die meet volgens een capacitief principe. U ziet hier de peekpunt, vergelijk dat met een condensator. Als deze wordt bedekt door een bepaald medium, ja, dan zal die een capaciteitsverschil detecteren. En dat kan je zeer goed instellen in deze sensor. Wat we net al zeiden, er kan nou uiteraard altijd kans op aangroei zijn. En Rob, ik denk dat jij kan demonstreren, ja, hoe de Vega Point serie en zowel de Vega Swing daarmee om kan gaan. Ja, hier heb ik het beloofde mosterdmodel wat we al aangekondigd hadden. Ik ga even laten zien wat we in dit model ingebouwd hebben. De drie verschillende sensoren zoals Lode zojuist besproken heeft. Aan de onderzijde is de Vega Swing 51, dus de trilvorkschakelaar is zichtbaar. Aan deze zijde met de instekende punt is de Vega Point 21 capacitieve schakelaar. En aan de andere zijde is de nieuwe Vega Point 24, welke eigenlijk vrijwel vlak met de buitenzijde gemonteerd is ook hier gemonteerd. Nou, wat is zichtbaar? De sensoren zijn momenteel onbedekt, dus ze geven een gele status aan dat ze onbedekt zijn. En ook voor de Vega Swing, en wellicht hoort u hem vibreren, is ook deze is onbedekt. Wat gaan we nu doen? We hebben hier een bakje met mosterd, een zeer kleverig goedje. En dit gaan we in het model gaan we plaatsen. Ik ga eens even kijken of ik het voorzichtig zonder de sensoren nu al aan te raken erin kan krijgen. En dan gaan we zo meteen zien wat gebeurt er daadwerkelijk met de sensoren als je een kleverige massa als deze mosterd over die sensoren krijgt. Nou, kijken dat ik overal netjes de mosterd heb zitten. En in dit model kunnen we nu mooi het niveau laten stijgen tot op een punt dat deze de drie sensoren daadwerkelijk gaan bedekken. En wat u zult zien is de sensoren geven nu een groene status aan, wat wil zeggen dat ze bedekt zijn. En ook de trilvork, en dat zal wellicht bij u niet zichtbaar zijn, geeft een geel lampje aan dat deze bedekt is. Wat gebeurt er nu als we het niveau zullen laten dalen? Dan zullen we zien, als hij mee naar beneden wil, dat de Vega Point 24, die juist geschikt is om kleverige massa tegen te gaan, dat die terugschakelt en de andere twee zullen doorgeschakeld blijven. Wat wil zeggen dat voor elk medium hebben we een oplossing, alleen het is wel heel erg belangrijk dat we de juiste sensor voor het juiste medium gaan selecteren. Hey Rob, ik denk een hele goede samenvatting, een hele mooie demonstratie. Wat Rob samenvat, wanneer zet u een bepaald instrument in? Ja, dat hangt eigenlijk af van uw applicatie. Nou, welke keuzes hebben we daarin in ons pakket? Om te beginnen met de Vega Point 11, ja, simpel in te zetten voor waterachtige vloeistoffen. Kunt u overigens ook met de Vega Swing doen. Nou, stel dat u een lastigere applicatie heeft of dat u simpelweg veel meer mogelijkheden wil hebben om die in te zetten, bijvoorbeeld als interface meting, schuimdetectie, en dat u goed in te stellen is via de Bluetooth app, kunt u kiezen voor de Vega Point 21. De Vega Point 23 is de verlengde versie en die is zelfs tot 1 meter te bestellen. Ja, zoals Rob net eigenlijk al aangaf, voor sterk hechtende media, onze nieuwste ontwikkeling, de Vega Point 24. Nou, de nieuwe compacte serie die we net hebben laten zien, en waar praat ik dan over? Dat kan bijvoorbeeld een drukopnemer zijn, zoals u hier zo ziet, of een Vega Point die u hier zo ziet. En die zijn allemaal speciaal ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie. En die zijn geoptimaliseerd voor een hygiënisch adaptersysteem. Nou, welk voordeel biedt dat? Stel dat u heel veel verschillende hygiënische procesconnecties heeft, maar één type sensor op voorraad wil hebben om het uitwisselen A gemakkelijker te maken, maar B minder voorraad te hebben. Ja, dan zijn die te optimaliseren voor een hygiënisch adaptersysteem. Ik heb hier bijvoorbeeld een mooie Varivent koppeling. Maar ik heb hier ook een klempversie.
En die kunt u dan bestellen. En dan kunt u eigenlijk heel simpel het instrument daarmee uitrusten. En te zorgen dat hij volledig te integreren is op uw bestaande procesconnectie. Nou, daarnaast ondersteunt de nieuwe serie, die ondersteunt ook IO-Link. Dat is een communicatieprotocol wat wij steeds vaker tegenkomen in de voedingsmiddelenindustrie. En Rob, ik denk dat jij kan aantonen wat het gemak is van de IO-Link. Maar met name ook hoe we een instrument kunnen instellen via onze app. En hoe dat te integreren is middels IO-Link. Absoluut. Ik heb hier een opstelling gemaakt, een zeer kleine opstelling met twee sensoren die gekoppeld zijn aan een IO-Link master hierachter. Het mooie van IO-Link is dat het een universeel protocol is, dus verschillende merken zijn hierin door elkaar te gebruiken. Van deze twee sensoren is er eentje gekoppeld met Bluetooth aan mijn iPad, waardoor ik daar de parameters in kan wijzigen. Nou, wat is te zien? De twee sensoren zitten nog gewoon in een standaard configuratie. Geel voor onbedekt, groen voor bedekt en dat geldt voor beide sensoren. Nou, wat is een van de grote voordelen van IO-Link? Is, zou ik iets in de sensor wijzigen, een parameterverandering, zoals we zo meteen gaan laten zien met het veranderen van de kleur, dan zal deze parameter opgeslagen worden in de IO-Link master. Groot voordeel daarbij is, zou het instrument defect gaan of om een of andere reden gewisseld moeten gaan worden, zou je daar een identiek instrument terugplaatsen, dan worden de parameters vanuit de IO-Link master meteen geüpload in de sensor, waardoor de inbedrijfname van die nieuwe sensor veel en veel sneller gaat. Nou, dat gaan we nu even laten zien. De tablet is verbonden. Ik ga via een setup van het instrument ga ik laten zien hoe we de kleur veranderen. 360 graden kleur kunnen we hier aanpassen. En we gaan de kleur gaan we van de blauwe instelling, zoals deze nu hier staat, die gaat van blauw naar groen, gaan we hem naar geel zetten. Nee, naar rood zetten. Dus wat er nu te zien is, is dat deze rood geeft als hij onbedekt is en hij geeft groen als deze bedekt is. Nou, daadwerkelijk een andere instelling als de andere sensor is. Dus we gaan er nu even vanuit dat deze sensor defect raakt en dat we hem om een of andere reden uit moeten wisselen. Dus ik ga deze loshalen van de IO-Link master, wordt aan de kant gelegd en de andere sensor gaan we op dezelfde plaats inbouwen. Dus we gaan deze loshalen. En die wordt op deze plek wordt die ingebouwd. En wat meteen al te zien is, is dat de kleur verandert naar de kleur zoals we opnieuw ingesteld hebben. De rode kleur. Onbedekt zal deze groen aangeven. En onbedekt geeft deze momenteel rood aan. Dus de parameterset vanuit de IO-Link master is meteen ingeladen in het nieuwe instrument. Wat gewoon voor de inbedrijfname enorm veel tijdbesparing oplevert. Ja, ik denk een hartstikke mooie demo hoe die nieuwe compacte instrumenten IO-Link ondersteunen en hoe gemakkelijk het in te stellen is via de Bluetooth-app. Wij zijn al aan het einde gekomen van ons webinar en we hopen dat u inzicht heeft gekregen in de oplossingen die Vega kan bieden voor uw industrie. Rest mij nog om jullie heel hartelijk te bedanken voor de aanwezigheid bij deze webinar. Op de Vega Nederland website staan alle oude webinars staan daar ook aangegeven. Dat zijn er inmiddels al een hele serie. Zou je daar interesse hebben, kijk daar eens op en kijk eens een van die webinars naar. En ik zou zeggen, hopelijk tot de volgende keer en bedankt. Hartelijk dank voor uw deelname en hopelijk tot de volgende keer.